bij de VVD doen. Dat stelt me gerust, voorzitter. Meneer Usturk heeft nog een korte vraag. Ja, volgens de PVV wil nepnieuws niet aanpakken. Ik kan me dat voorstellen. Als ik kijk naar de Russische trollerleger, met 200.000 tweets hebben ze anti-islam sentiment proberen aan te wakkeren. En Geert Wilders en zijn PVV konden op steun rekenen van Rus trollen. Dus u denkt van, nou laat maar komen die trollen. Dankzij die trollen hebben wij een anti-islam sentiment in Nederland. Kunnen we wat zetels halen. Dus in principe bent u hier aan het pleiten van buitenlandse inmenging. U ontvangt ook geld van buitenland, hè, Horowitz organisatie. En uw dus vraag? Hier zit u te pleiten voor nepnieuws en trollen om uiteindelijk zelf de verkiezingen te winnen. Ja, meneer Bosma. Voorzitter, de heer Usturk ondersteunt mijn punt dat we nog steeds niet weten waar we het over hebben. Kijk, dus de minister die trapt dan af, 3 pagina's in de Telegraaf. Dat gaat dan over Rusland. Vervolgens, aan het eind van het verhaal, zit ze bij Jinek om te klagen over Trump en te klagen over Wilders. En ze zegt daar hele schokkende dingen. Ze zegt bijvoorbeeld, mensen groepen tegen elkaar opzetten door een beetje beide kanten te belichten. Dus de minister wil ook niet dat in discussies, bijvoorbeeld in Catalonië gaat het dan over en Frankrijk, dat beide kanten belicht wordt. En dan komt de heer Usturk weer met andere voorbeelden aan. We weten uiteindelijk nog steeds niet waar het over gaat. Er schijnt wel een probleem te zijn, maar we kunnen er geen definitie van krijgen, want iedereen verzint er maar wat bij. Zie die gekke Juf Anke-campagne die de minister nu heeft ingesteld. Dank u wel. En als het gaat om Russische trollen, daar hebben we een geheime dienst voor, voorzitter. Er moet een geheime dienst gewoon tegen optreden. De heer Usturk is ook bij de AIVD geweest gisteren met ons een mooi werkbezoek. Daar hebben we een geheime dienst voor. De geheime dienst moet gewoon optreden tegen dit soort buitenlandse inmenging. Meneer Usturk, een laatste afrondende vraag. Voorzitter, we hoeven geen onderzoek te doen. 200.000 trollen, ja. 200.000 tweets om een anti-islam sentiment te kweken. Om Geert Wilders en PVV mensen te laten stemmen. U bent gewoon een trollenpartij. PVV. Dank u wel, ja, meneer Usturk. Dat wel vaker te zwaaien met berichtjes uit NRC Handelsblad die dan allemaal niet kloppen. Die door een stagiair heeft er dan een kopje boven geschreven. Als we moeten afgaan op het lijfblad van D66, voorzitter, dan kunnen we nog heel wat uurtjes hier doorbrengen, zou ik zeggen. Dank u wel, meneer Bosma. Als laatste. Voorzitter, dank u wel. 3 moties. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat nepnieuws een punt van zorg is. Constaterende dat ook in de reguliere media berichtgeving niet altijd feitelijk juist is. Constaterende dat door zorgvuldige factchecks kan worden bepaald of berichten waar, onwaar of niet te checken zijn. Verzoekt de regering geld beschikbaar te stellen voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het percentage aantoonbaar feitelijk onjuiste berichten in de landelijke dagbladen en de grootste landelijke nieuwsites. De Kamer en de betreffende media dit onderzoek integraal te laten toekomen. En gaat over tot orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, maar het deel uit van de beraadslaging. Meneer Bosma. De heer Usturk vergist zich wel, want hij denkt weer dat hij in zijn thuisland is, Turkije. Want wat hij wil is dat de staat dus alle dagbladen doorgaat. En dat de staat dus, de overheid, gaat zeggen dat bericht klopt wel en dat bericht klopt niet. Hadden we het net over buitenlandse inmenging, maar de inmenging van de fractie Erdogan, die moeten we toch zoveel mogelijk tegengaan, lijkt mij. Meneer Usturk. Als ik het onderzoek lees, denk ik dat de PVV een soort Poetin-partij is geworden met een trollenleger en een trollenpartij is geworden. Goed. Laten we daar ook helder hebben. 200.000 tweets om de PVV in Nederland te steunen. Mijn punt is heel helder. Meneer Usturk, dit punt is gemaakt. Ik wil niet de hele tijd dit soort over en weer gekakel. Ik vind dat eerlijk gezegd geen pas geven. We gaan verder met het debat. Vervolgt u uw betoog en leest u de moties voor die u heeft voorbereid. Voorzitter, ik heb hier recht op mijn antwoord te geven. Er is een vraag gesteld en ik heb daar recht op. Mijn punt is dat de PVV. U heeft nog 1 minuut en 19 seconden. Nee. Ik ben nu op dit moment antwoord aan te geven op de vraag die door een PVV'er is gesteld en daar heb ik recht op. En mijn antwoord daarop is: kijk eerst naar je eigen buitenlandse inmenging, Horowitz-organisatie, Russische trollen, trollenpartij en daarna vragen stellen aan dat denk. Nou, tweede motie. Het gaat ook over buitenlandse inmenging, voorzitter. De Kamer, grote beraadslaging, constateren dat uit onderzoek van NRC naar 200.000 tweets van Russische internet trollen blijkt dat deze trollen ook actief zijn in Nederland, waarbij ze aantoonbaar probeerden het anti-islam sentiment aan te wakkeren en probeerden anti-islam hashtags
trending te maken. Constaterend dat de overheid een campagne tegen nepnieuws is begonnen, verzoekt de regering in de campagne tegen nepnieuws te wijzen op de Russische trollen in Nederland anti-islam sentimenten proberen aan te wakken. En gaat over tot orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dat maakt deel uit van de beraadslaging. De laatste motie. De Kamer hoort de beraadslaging. Constateren dat uit onderzoek van NRC na 200.000 tweets van Russische internettrollen blijkt dat deze trollen ook actief zijn in Nederland. Constaterende dat dit onderzoek liet zien dat Geert Wilders en de PVV konden rekenen op steun van Russische trollen die meerdere keren opriepen om op de PVV te stemmen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Constateren dat dit onderzoek ook liet zien dat de Russische trollen in Nederland via Twitter probeerden het anti-islam sentiment aan te wakkeren en probeert een anti-islam hashtag trending te maken. Verzoekt de regering uit te laten zoeken of de in Nederland actieve Russische internettrollen werkten voor opdrachtgevers en wie eventuele opdrachtgevers zijn en de Kamer hierover te informeren. Gaat over tot orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel, meneer Öster.